Welkom bij Delfshaven TV. We beginnen met het oogstfeest. Er was weer oogstfeest bij de educatieve tuin aan de Essenburg Singel. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. Die achterkant. Oh, met wie sta ik hier allemaal? Met Vee. Jij bent Vee en zijn dat allemaal vriendinnen van je? Ja. Nou, dit is het, mijn zusje. Yeah. En dat is haar vriendinnetje. En we zijn hier omdat we graag naar onze pompoen wordt gewicht en die liggen daar zo. Yes. En, want zijn jullie van een bepaalde school? Nou, van de Vos. En die is daar. En wij doen mee met de pompoenenwedstrijd, dus... En wat denk je? Ga je winnen? Nou, nee. Want wij hebben echt zo'n klein pompoenetje en de rest heeft zulke pompoenen. Dus ik denk niet dat we echt kans maken. Heel weinig. Ja. En vind je dat erg als je niet wint? Nee, maar maakt het niet heel veel uit. Houden jullie trouwens van pompoen? Ik heb het nog niet echt op ooit. Vandaag zal er ook wel pompoensoep gemaakt worden, dus kan je proeven. Geroosterde pompoen. Dat ook. Ja, ik en mijn zusje vinden pompoensoep echt super lekker, dat wel. En waar staan jullie nu allemaal op te wachten? Want jullie... Nou, totdat we zo'n kaart mogen en dan kunnen we beginnen. En, Wat staat er op die kaart dan? Aardappels wokken, soeppakketten maken, pompoen grillen, kruidenazijn en een bekertje limonade. Zo, krijg je ook allemaal nog een tasje. Suzette, wil jij tasjes uitdelen? Ja. En voor jou eentje en voor je zus. Zo, die eruit halen. Nou, jullie weten wat je er allemaal mee kan doen, hè? I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away. So it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy. Kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late. Cause I would know. Zo, die zwaarden zijn er 5. De meeste. En voor deze. Gaat niet om me. 43 min 1. 42. Wie heeft er nu gewonnen? Wij! 7A, die heeft gewonnen. Ja. Met hoeveel kilo? Met 42 kilo. En hoe komt dat? Omdat we goed zijn. Ja. Omdat jullie goed zijn. Nou, ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En wie neemt de beker in ontvangst? Ik. Nou, ik hem zelf. Nee. Ja, ik kan hem niet op iedereen. De middelste houdt de beker. Morgen in de klas, overhandigen, applaus voor iedereen. Ja, ik ben Yishisha uit Emma School. En jullie hebben gewonnen. Ja. En hoe komt dat dan? Ik weet niet, gewoon natuur heeft wat ons laten winnen. En wat heb je er zelf aan gedaan? In de grond gestopt. En hoe lang gewacht? Weet ik niet meer, denk ik ongeveer een jaar of zo. Want we zijn bij groep 6 begonnen. En hadden jullie een beter plekje dan anderen, denk je? Ja, denk ik wel. Ja, ik denk het wel. Betere zon? Ja, was wel goed. Ik hoorde dat jullie helemaal niet zo vaak zijn geweest. Eigenlijk nooit, geloof ik. Ja, de jongen. Ja, wij zijn gewoon goed. We hebben gewoon gewonnen en we hebben ons best daarin gedaan. Ja. En ja, jullie deden helemaal niks. Ja. Mm-hmm.
Marja Kerpel vertelt over haar jeugd in Spangen en haar avonturen op de Schiedamse weg. De ooievaar kwam aangevlogen. Marja Kerpel, heel goede vriendin van Beb en Tinus de Douche. En wat heeft u nou met Delfshaven? Wij waren een normaal arbeidersgezin. Een vader, een moeder, drie dochters en een zoon. Mijn vader werkte in de Justus van Effenstraat als machinist. Maar hij was meer Piet Kerpel, niet te zeggen Piet van Badhuis. En het begrip bestond toen nog niet, maar volgens mij was hij de eerste sociaal werker in Rotterdam. Dag en nacht werd er bij ons thuis aangebeld. Piet, mijn huis staat in brand. Piet, weet je dat de buurman zelfmoord gepleegd heeft? Allemaal gebeurt in de Justus van Effenstraat. Maar dan komen we weer terug op de Schiedamseweg. Mijn moeder was ziekelijk en we gingen, papa draaide half continu. En de woensdagmiddagen als hij vrij was, dan gingen we naar de stad. Ja, niet met de auto hoor, gewoon met lijn 2 de benenwagen. En voor de broodnodige afwisseling gingen we de ene week Schiedamseweg heen, zo naar de Koolsingel, het oude stukje nog van de Bijenkorf, met die mooie glazen zijkanten aan de roltrappen. En dan de Middellandstraat, Matenesweg weer terug. En de andere keer, ja, dan moest het iets anders. Dan gingen we over de Matenesweg heen, hopende dat de brug niet open stond. Stond hij wel open, ging je bootje stellen. En dan gingen we zo via de Tweede Middellandstraat, gingen we langs die kant naar de stad toe. En mijn moeder was blij als ze om 5 uur weer terugzag. Dan waren we doodmoe. We kregen een ouderwets kopje thee met een kaakje. En we waren back off. Maar wel lekker rustig. Oh. En dan nu nog even dit. Afgelopen weekend was er weer veel te doen in Delfshaven. Van slachtfeest tot dierendag. Ik was op de Rommelmarkt op het Heemraadsplein. Verder bij Café de Ooievaar hing de regenboogvlag uit. Er werd een pop-up homocafé georganiseerd. Alweer voor de 5e keer. Met muziek uit de Homo Top 100. Het zou een echt feestje worden waar iedereen welkom was. Dit is gewoon één groot dansfeest. Okay. We hebben er een rollers een tent aangegeven, maar iedereen is hier welkom hoor. Of je nou, het maakt niet uit, of je van mannen, vrouwen of van andere dingen houdt. Het kan allemaal hier. Het is gewoon één groot leuk feest. En de het thema is roze, hè. Iedereen is vanavond ook een beetje verkleed met een roze tintje. Okay. Nu deel 2 van Sylvia Saaks. Sylvia Saaks, dochter van de bekende banketbakker Saaks aan de Schiedamseweg, vertelt over haar leven. Take my order, please. We had a silly quarrel the other day. Ik ben in 54 geboren. Ja, dat was echt de wederopstanding, hè? De wederopbouw. Ja. Ja. Nee, en intensieve dingen ook. Ik weet nog goed van de Goodwillbrand. Ik weet niet of dat... Nee, dat was ook... Je ziet ook echt, deze tijd is ook een tijdsgeest. Toen was daar een schuimrubberfabriek op de Schiedamseweg, die dus vlam heeft gevat. Nou, daar zou je niet meer aan denken dat er een schuimrubberfabriek midden in de stad zo zou zijn. Ja. En mijn vader was ook brandweerman van de vrijwillige brandweer, van de VP. Ook een heel verhaal in Schiedam was dat. En die is dus, ik heb hem nog, omdat het dichtbij was, ging ik mee naar de brand. Ik heb hem het brandende pand in zien gaan en toen explodeerde de boel. En nou, ik ben in paniek naar mijn moeder toe gerend, die is op blote voeten mee teruggerend. Hij heeft het overleefd, evenals de anderen, maar dat is gewoon de mazzel geweest dat hij een deur op zich heeft gekregen en daardoor niet direct de explosie heeft over zich heen heeft gekregen. Ja, zo zijn er echt heel veel dingen en ook de jaren 68, dat weet ik nog heel goed, echt de studentenrevolutie en de tijden die op de Schiedamseweg, dat er ook jongeren waren die alle
vuilnisbakken omschopte en dat mijn ouders daar heel bang van waren. Als je dan nu hergeeft op de opstanden van jongeren in Parijs, hè, en dat, ja, dat was toen ook in Parijs. Ja. Dat is wel heel grappig om te zien hoe mensen daar nu nog heel angstig op reageren. Maar dat hadden wij in 68 hadden wij dat ook. Het was ook gewoon echt een heel angstige periode. Oh jee, wat gaat er gebeuren? Ja. Dus dit is echt waar dit boek over gaat, wat Tinus ook heeft gemaakt. Die periode die hij echt in foto's heeft gevat. Dat is echt een bepaalde tijdsgeest die heel specifiek die periode uit. Ja, 60, 70, 50, 60, 70 jaar. Dan heel herkenbaar dus voor veel mensen. Ja, zonder meer, dat heb je met elke wijk, elk wijk heb je dat wel. Maar dit is ook wel heel bijzonder, de Schiedamse weg en zo. En Koninkplein en Gijsjesstraat, Gijsjeslaan. Nou ja, de winkeltjes die hier zaten, zoals ik net al citeerde, al die buurtwinkeltjes, waarbij je toch... half uurtje nodig had om een paar boodschapjes te doen. Ja, het is echt ook zo'n wijk van na de oorlog. Hè? Omdat de helft van de Schiedamseweg echt door het bombardement weg is gevallen. En gebombardeerd is. Ja. En pas in 1953 is dat weer opgebouwd. Want ik ben van 1954. Nee, ik ook. Ja, en toen, wij zijn dezelfde leeftijd inderdaad. Ja. En toen was het echt het nieuwe deel van de Schiedamseweg. Dus dat is ook wel het aardige dat je dat verschil kan zien. Hè? Het oude deel en het nieuwe deel van de Schiedamseweg nog. Ja. Het vergeten bombardement, 31-3-1943. En het monument is van 31-3-1993. Ook zichtbaar op de foto's. Dat vergeten bombardement had nooit mogen gebeuren. Maar... Ja, maar dit is een ander bombardement geweest, hè? Ja, ander bombardement, ja. Ja, dit is later. Dit is namelijk door de geallieerden geweest, omdat die probeerden de Duitsers in de haven te treffen. Ja. En ze misten het. Dat zie je dus. Wilde vlaaien, het doel gemist. Om elkaar op te tellen. Lady, Mr. Florence, take my order. Zes scootmobielen per dag worden er gestolen in Rotterdam. Ik praat bij met Margriet Bootsma in de Schat van Schoonderlo. In de Schat van Schoonderlo is ook de herfst ingetreden. Ik liep er binnen tijdens een bruiloft. Maar waar ik het even over wil hebben is dat er zoveel scootmobielen worden gestolen. Zo'n 6 per dag. Gelukkig kan je er dan 1 lenen per dagdeel bij Wilskracht werkt. Anders ben je echt aan huis gebonden. Ik praat even met Margriet Bootsma. Het is weer zover dit weekend. Ik moest de scootmobiel weer halen voor de buurvrouw. Ben ik eigenlijk tot, dan kom ik er pas eigenlijk achter hoe afhankelijk ik ben van wiels. En ik heb hem vreselijk gemist. Nu is er een ongelooflijke lieve instelling die heet Wilskracht Werkt. En die heeft wat scootmobielen ter beschikking voor mensen. Maar dat is per dagdeel af te roepen. En daar ben ik ongelooflijk blij mee overigens hoor. Maar ik merk hoe ongelooflijk ik hem mis. Ik heb hem echt nodig. Ik krijg een nieuwe. Maar het is een heel raar idee. Normaal gesproken denk je er niet eens over dat je naar buiten gaat. Dat je boodschappen doet. Dat je dingen voor andere mensen doet. Maar dan merk je dat je nu gewoon thuis zit. Nu hoorde ik dat van verschillende kanten, dat er meer scootmobielen verdwijnen. Dat de wijkagent bij je langs is geweest. Ja. En meneer Harreman zelfs. Ja, er schijnen per dag hier zo in Rotterdam 6 scootmobielen gestolen te worden. En een klaarlichte dag. Hartelijk dank voor het kijken naar Delfshaven TV. En volg ons ook op YouTube, Twitter en Facebook. Bye. Watching the spirits dance on the banks of our lives.